Ik realiseer mij dat u hiermee niet erg geholpen bent. Maar dat is dan ook precies de reden geweest waarom ik in eerste instantie de voorkeur gaf aan een mondeling contact met uw advocaat. Dit is één van de fragmenten uit de lang verwachte brief van de Limburgse hoofdofficier Vos aan de ouders van de vermoorde Nicky Verstappen. Een brief die bijna 5 maanden op zich liet wachten, maar de afgelopen week toch in Heibloem op de deurmat viel. En tja, hoe geef je aan dat verzuim dan een acceptabele draai? Nou, zo dus. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond opnieuw stilstaat bij de nieuwste ontwikkelingen in het dossier over de onopgeloste moord op de 11-jarige Nicky Verstappen. Want niet alleen justitie is weer alert, ook het rechercheteam zit met 8 man weer boven op de zaak. En wij waren natuurlijk ook op pad en dat leidde tot nieuwe, interessante bevindingen. Maar dat straks, want eerst vragen we uw aandacht voor een andere moord in Limburg, die op de 19-jarige Tanja Thijssen uit Heerlen. Afgelopen week kwam het in deze onopgeloste zaak alsnog tot een ontknoping. Een DNA-onderzoek onder een aantal officieel niet verdachte personen uit de kennissenkring van Tanja Thijssen heeft voor de doorbraak gezorgd in het rechercheonderzoek naar de dood van de jonge Limburgse. Een 31-jarige kennis, ene Rocher K., werd afgelopen week gearresteerd. En hij bekende dat hij Tanja om het leven had gebracht. Een niet alledaags DNA-onderzoek dat leidde tot een opmerkelijke ontknoping dus. Het DNA-onderzoek kennen we natuurlijk al wat langer. Ik denk dat het feit dat het uniek is, zit er meer in de relatie tot het feit dat de personen die aan het DNA-onderzoek hebben meegewerkt, die vrijwillig hun medewerking hebben verleend op verzoek van justitie, op dat moment, althans ik vind daar in het dossier geen aanknopingspunten voor, nog geen verdachten waren. Maandag 22 februari, 9 uur in de ochtend. 2 vrouwen die hun hond uitlaten vinden hier, vlak bij de Korisbergweg in Heerlen, in natuurgebied het Beekbos, het dode lichaam van een meisje. Het gaat om de 19-jarige Tanja Thijssen uit Heerlen. Het lichaam is naakt en haar hoofd vertoont een grote wond. Een paar kilometer verderop wordt haar kleding gevonden, achterloos weggegooid in het prikkeldraad. Daar worden ook 2 hoofdkussens gevonden, doordrenkt met bloed van Tanja. Die vrijwilligheid, daar kun je natuurlijk wat vraagtekens bij zetten. Je kunt je namelijk afvragen wat justitie vervolgens denkt van iemand die in het kader van dat verzoek zegt, nee, dat doe ik niet, om welke reden dan ook. De recherche reconstrueert de laatste dagen van Tanja. Op zaterdag 20 februari bezoekt ze nog een discotheek in het centrum van Heerlen. Zondag de 21ste, om 7 uur 's avonds, is ze voor het laatst gezien op de Heerlerbaan. Op het moment dat ik weiger, zal ik wellicht een bepaalde verdenking over mijzelf afroepen. En wat doet justitie daar dan mee? Tanja moet haar moordenaar hebben gekend, zo vermoedt de politie na het eerste onderzoek. En dus richt het rechercheteam zich verder op de kennissenkring van het slachtoffer. Via dit pamflet, via opsporing verzocht en via ons programma wordt kennissen van Tanja gevraagd zich te melden. Als u Tanja heeft gekend of andere mogelijk belangrijke informatie heeft voor de recherche, belt u dan met de politie Limburg-Zuid. Tanja kende heel veel mensen. Zo blijkt alleen al uit de massale opkomst bij de stille tocht die ter nagedachtenis van haar wordt gehouden. Zo'n 250 vrienden, kennissen en vage bekenden van Tanja worden vervolgens gehoord. Maar het onderzoek dreigt na een maand vast te lopen zonder dat er officieel een verdachte in beeld is gekomen. Justitie heeft nog 1 troef in handen. Op het lichaam van Tanja is een spoor veiliggesteld dat DNA bevat, dat volgens justitie van haar moordenaar afkomstig moet zijn. Of het hier speeksel, sperma of bijvoorbeeld een haar betreft, wordt dat op de dag van vandaag om tactische redenen geheim gehouden. En in april, 2 maanden na de moord, besluit de recherche die troef uit te spelen.
9 personen die behoren tot de kennissenkring van Tanja wordt gevraagd om wangslijm af te staan, waaruit DNA kan worden geïsoleerd. Wanneer bekend wordt dat justitie deze zeldzame opsporingsmethode toepast, roept dat direct veel vragen op. Bijvoorbeeld in dit hoofdredactionele commentaar van Dagblad de Telegraaf. De onderzoeksmethode gaat volgens die krant wel heel erg ver. Hoe zijn reactie is geweest op het verzoek als zodanig, dat kan ik niet beoordelen. Dat heb ik niet met hem besproken. Ik weet dat mijn cliënt op dat verzoek positief heeft geantwoord. Hij heeft gezegd, ik verleen medewerking. Een week geleden rapporteerde het gerechtelijk laboratorium aan Justitie Maastricht. Kennelijk is het wel zo dat voor justitie de resultaten uit dat DNA-onderzoek van zodanige aard zijn geweest dat men heeft besloten om mijn cliënt verder in beeld te houden. Vrijdagochtend 7 mei, enkele dagen na de rapportage van het gerechtelijk laboratorium, arresteren leden van het recherchebijstandsteam de 31-jarige Roger K. in de woning van zijn ouders aan de Chrysantstraat in Kerkrade. Mijn cliënt en Tanja Thijssen waren geen onbekenden van elkaar. Men kende elkaar al enige tijd. Roger was een goede vriend van Tanja, met wie hij samen in deze fabriek werkte. En van wie bekend is dat hij lange tijd verliefd was op de lesbische Tanja. Volgens haar vrienden twijfelde Tanja zelf overigens over haar seksuele geaardheid. Roger legt op het bureau direct een bekentenis af. Nou, mijn cliënt weet zich niet exact meer alles te herinneren. Het is zo dat mijn cliënt in ieder geval heeft verklaard dat Tanja Thijssen bij hem op bezoek is gekomen. Dat onaangekondigd zou zijn gebeurd. Dat er op een gegeven moment wat spanning is ontstaan. Dat er iets van ruzie is ontstaan tussen hem en haar. Waarover ik niet in detail kan treden. Dat heeft tot bepaalde handelingen van zijn kant geleid, waarbij hij wel uitdrukkelijk zegt, bij mij sloegen op enig moment de stoppen door. In deze woning, waar hij tot voor kort woonde, heeft hij Tanja omgebracht. Maar Roger K. verklaart dat hij nooit het plan heeft gehad Tanja te vermoorden. Hij heeft gedacht, wat doe ik er niet verstandig aan om mij bij justitie te melden, bij politie. In ieder geval daar kenbaar te maken wat er is gebeurd. Die afweging heeft hij gemaakt. Maar Roger K. koos een andere optie. Sterker nog, hij heeft het lichaam van Tanja daarna in zijn auto vervoerd en hier in de bossen achtergelaten. En er zijn aanwijzingen dat hij heeft getracht sporen te wissen. Diverse buurtbewoners verklaren in ieder geval dat hij zijn woning vlak na de moord opnieuw heeft geverfd. Wellicht om bloedsporen weg te werken. En kort nadat bekend werd dat justitie enkele vrienden van Tanja op DNA wilde onderzoeken, verliet Roger spoorslag zijn woning en verhuisde naar zijn ouders, waar hij uiteindelijk is gearresteerd. En daarbij was het DNA-onderzoek van doorslaggevend belang, zegt justitie in een gisteren uitgegeven persverklaring. Dit onderzoek heeft er mede toe bijgedragen dat de thans aangehouden persoon als verdachte kon worden aangemerkt. En zo is de gruwelijke moord op Tanja Thijssen op een bijzondere manier opgehelderd. DNA, ook wel de genetische vingerafdruk van de mens genoemd, lijkt in toenemende mate het toverwoord als het gaat om de vaststelling van schuld of onschuld bij ernstige misdrijven. De voortschrijdende techniek zorgt steeds vaker voor een doorbraak à la de moord op Tanja Thijssen. Kijkt u nu naar 3 klassieke voorbeelden van levensdelicten waarbij DNA-onderzoek in het recente verleden rechtstreeks tot een veroordeling leidde, daar waar anders wel eens vrijspraak aan de orde kon zijn geweest. Bocholt, net over de Duitse grens. Vrijdag 14 november 1997. Een gewapende man met een masker op loopt de plaatselijke Volksbank binnen. Hij bedreigt het personeel met een automatisch wapen en eist geld. Na de overval slaat hij op de vlucht richting Nederland. Tijdens de spectaculaire rit die volgt kaapt de man 7 auto's, gijzelt hij verschillende automobilisten en veroorzaakt hij meerdere verkeersongelukken. En een 33-jarige Duitser die weigert zijn auto af te staan, wordt zonder pardon door de overvaller in zijn hoofd geschoten.
De Wildwestrit eindigt in Hengelo, waar de overvaller zijn laatste gijzelaar vrijlaat. En daar verdwijnt de man die tijdens zijn vlucht dood en verderf zaaide in het niets. 2 maanden later, in februari 1998, is er groot nieuws in de zaak. En de media trekt in grote getale naar het politiebureau van Enschede voor een persconferentie. Gisteren is door de Nederlandse politie in Den Haag is een man aangehouden die geacht wordt de verdachte van dit feit, van deze feiten te zijn. De politie was erin geslaagd de 32-jarige verdachte op te sporen aan de hand van zijn vingerafdrukken die in de vluchtauto's waren achtergebleven. Maar de man ontkent in alle toonaarden. Als in april dit jaar in Duitsland het proces tegen de Hagenaar begint, wordt hij geconfronteerd met het DNA-bewijs dat tegen hem is verzameld. De recherche was er namelijk in geslaagd het DNA van de overvaller veilig te stellen uit zweetsporen die achter waren gebleven op de airbag van een van de verongelukte vluchtauto's. En als de overvaller hoort hoe zwaar de bewijslast tegen hem is, besluit hij uiteindelijk een volledige bekentenis af te leggen. Het DNA uit zijn eigen zweet linkte de verdachte aan het misdrijf. Het proces tegen hem is nog niet afgerond. In de zomer van 1993 wordt het lijkje van de 7-jarige Nasser Eddin Achuitar uit Nijmegen gevonden in het Maas-Waalkanaal. Nasser is seksueel misbruikt. De zedendelinquent Jaap L. wordt uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld. Vooral op grond van een minuscule hoeveelheid sperma die in de mond van Nasser was gevonden en die van Jaap L. afkomstig was. Het DNA uit zijn sperma brengt de verdachte bij het slachtoffertje. Jaap L. krijgt 20 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging opgelegd van het gerechtshof in Den Bosch. Rotterdam, donderdagavond 20 april 1995. In café Kruimeltje, gelegen aan het Oostplein, loopt ene John Smit, een vaste bezoeker, druk heen en weer. De fors gebouwde Smit is, naar verluidt, een stevig gebruiker van cocaïne. En begeeft zich regelmatig naar zijn vaste plek om te snuiven in het café, het damestoilet. Om ongeveer 21:50 zoekt de 37-jarige Smit wederom zijn heil in de wc. Op dat moment staat een buitenlandse man op en loopt onopvallend achter Smit aan. Na de liquidatie van John Smit verlaat de man het café en knikt daarbij nog even vriendelijk naar de barman. In februari 1996 wordt de Tsjetsjeen Mehmet K. in Polen aangehouden en naar Nederland gebracht. Er zou sprake zijn van een huurmoord. Mehmet K. ontkent echter alle betrokkenheid en beweert zelfs nooit eerder in Nederland geweest te zijn. Maar op enkele sigarettenpeuken, afkomstig uit een asbak in het café, is zijn speeksel aangetroffen. En het DNA-profiel op de peuken komt overeen met het DNA-profiel van de verdachte. De Tsjetsjeense huurmoordenaar wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Speeksel op een sigarettenpeuk, een druppeltje zweet, een uitgevallen haar, een veeg bloed of een minuscule hoeveelheid sperma. Iedere lichaamseigen stof waaruit een DNA-profiel kan worden afgeleid, kan een beslissende rol spelen in een rechercheonderzoek. Of iemand schuld komt daarmee voor de volle 100% vast te staan, of het pleit een verdachte onomstotelijk vrij. Maar soms, heel soms, maakt het de verwarring alleen maar groter. In februari 1987 verschijnt de dan 28-jarige Amsterdammer M. van D. voor de rechtbank in de hoofdstad. Wegens 4 verkrachtingen en 2 pogingen daartoe. Was hij de man die de buurt rondom het World Trade Center onveilig maakte door verschillende jonge vrouwen van hun fiets te trekken, te blinddoeken en te verkrachten? De rechter meent van wel en de man krijgt 2,5 jaar celstraf. Echter niet op basis van DNA-onderzoek. Want dat staat ten tijde van de uitspraak, in 1987, nog in de kinderschoenen. Als de zaak in hoger beroep wordt behandeld, is de techniek inmiddels zo ver gevorderd dat DNA-onderzoek wel mogelijk is.
En daarmee krijgt de zaak van de WTC-verkrachter een opmerkelijke wending. Uit het DNA-onderzoek blijkt namelijk dat de vrouwen niet door de Amsterdammer M van D zijn verkracht. Want het DNA-profiel uit spermaresten stelt zonder enige twijfel vast dat van D nooit de dader kan zijn geweest. In oktober 1988 wordt hij vrijgesproken. En met dit arrest van het Amsterdamse Hof is de DNA-methode voor het eerst in onze criminele geschiedenis als bewijsmiddel geaccepteerd. Het is een mooie lentemiddag van 10 mei 1993 als Andrea Luten van school door de bossen bij het Drentse Gijzelte naar haar ouderlijk huis in Ruinen fietst. Maar daar zal ze echter nooit aankomen. De volgende middag vindt een ME'er naast haar fiets het levenloze lichaam van Andrea. Ze is gewurgd. Er zijn geen sporen van seksueel misbruik. Op haar stoffelijk overschot worden enkele haren gevonden die niet van het meisje zelf afkomstig zijn. Ruim een maand na de moord wordt deze 22-jarige plaatsgenoot aangehouden. Zijn haar wordt vergeleken met de haren die op het lichaam van Andrea zijn aangetroffen. Er zijn echter geen overeenkomsten en de verdachte is weer een vrij man. In november 1993 legt een 19-jarige dienstplichtig militair uit Smilde een gedeeltelijke bekentenis af over de moord. Maar ook zijn DNA-materiaal komt niet overeen met de op Andrea aangetroffen haren. En zijn verhaal blijkt later volledig uit de duim gezogen. De zaak Luten valt voor 4 jaar in het slot. Totdat Peter in februari van dit jaar een anonieme brief ontvangt met een zeer gedetailleerde tip over de geruchtmakende moordzaak. De afzender van deze anonieme brief, die de zaak overduidelijk goed kent, wijst met stelligheid een verdachte aan. Een 23-jarige man, Martin W. genaamd. Peter speelt de brief door aan de politie en die neemt de tip bloedserieus. Maandenlang wordt Martin W. geschaduwd en worden zijn telefoongesprekken afgeluisterd. Op 5 juni wordt bekend dat W. is aangehouden. Is hij de moordenaar van de 15-jarige Andrea Luten? Opnieuw moet DNA-onderzoek uitsluitsel geven. En voor de derde keer pleiten de stille getuigen de verdachte vrij. Ook het DNA-materiaal van Martin W. matcht niet met de haren die op Andrea zijn aangetroffen. Justitie laat Martin W. vrij. De zaak is nog altijd niet opgelost. Het ontzielde en seksueel misbruikte lichaam van de 18-jarige studente Anne de Ruiter de Wild wordt op 1 mei 1997 gevonden in de bosjes bij het Noordertreinstation in Groningen. De advocatendochter is door verwurging om het leven gekomen. Veel getuigen wijzen in de richting van glazenwasser Johnny M. uit Leek. Hij toont ook veel gelijkenis met de compositietekening van de mogelijke dader. Bij het slachtoffer was nagelvuil gevonden dat volgens de politie van de dader moest zijn. Ook worden op het lichaam van Anne 2 vreemde haren gevonden. Maar DNA-onderzoek sluit Johnny M. als dader uit. Het DNA-profiel van het nagelvuil matcht namelijk niet met het erfelijke materiaal van de verdachte glazenwasser. En ook de haren zijn niet van Johnny M. afkomstig. Hij krijgt een bericht van niet verdere vervolging. Putten, 9 januari 1994. Op zondagmiddag gaat een vrouw haar woning aan de Driewegenweg binnen. Ze doet een gruwelijke vondst. In de woonkamer ligt het levenloze lichaam van haar kleindochter, de 23-jarige Christel Ambrosius. Ze is verkracht en door verwurging en messteken om het leven gebracht. Op haar been wordt een belangrijk daderspoor gevonden. Een grote spermadruppel. Verder worden bij het slachtoffer onder meer 2 vreemde haren aangetroffen. Een maand na de moord komen 4 puttenaren als verdachten in beeld. Maar het DNA van de gevonden spermadruppel komt niet overeen met het DNA van deze 4 mannen, zo wijst onderzoek uit. En ook de gevonden haren zijn niet van de arrestanten. Ondanks het feit dat deze belangrijke dadersporen niet blijken te matchen, blijft justitie overtuigd van hun schuld en laat een contra-expertise uitvoeren. Als ook daaruit weer blijkt dat het bij Christel gevonden sperma van een ander is, lanceert justitie een verrassende hypothese. De sleepspoortheorie. Volgens die ingewikkelde theorie is het gevonden sperma van een eerder seksueel contact. En is het tijdens de verkrachting door de dader naar buiten getrokken.
en vervolgens als een druppel op het been van het slachtoffer terechtgekomen. De verkrachter zelf zou dan geen zaadlozing hebben gehad. Uit DNA-onderzoek is dus onomstotelijk vastkomen te staan dat het sperma dat bij Christel is gevonden niet van de arrestanten afkomstig is. Desalniettemin worden twee van de vier verdachten, Wietz en Dubois, beter bekend als de twee van Putten, uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Een zaak die al meer dan 4 jaar voortsleept, die aanstaande dinsdag opnieuw bij het Hof in Arnhem op de rol staat, en waarin de vooruitgang van de DNA-techniek waarschijnlijk een beslissende rol zal spelen, is die van de dubbele carnavalsmoord in Helmond. De inzet. 1 gevonden haar in het horlogebandje van een van de slachtoffers, waarnaar op dit moment nog steeds DNA-onderzoek wordt gedaan in Londen. Helmond, 28 februari 1995. Op de laatste avond van het carnaval worden de 51-jarige Fia Manders en haar 58-jarige broer Jo, die bij zijn zus op bezoek was, op gewelddadige wijze vermoord. Bij beiden wordt de hals doorgesneden en ze hebben allebei tientallen messteken en potbreuken. Lange tijd tast de politie in het duister omtrent de identiteit van de dader van dit gruwelijke misdrijf. Totdat dit schoenspoor in de woning van Fia Manders uiteindelijk leidt naar de verdachte in deze zaak. Het is de 26-jarige Gerald Berkers, het ex-vriendje van Fia's dochter. Volgens de politie ligt een klassiek motief ten grondslag aan de moord op Fia: schoonmoederhaat. En Fia's broer Jo was ongelukkigerwijze getuige van deze moord en moest dat ook met zijn leven bekopen. Zowel de rechtbank als het hof achten dubbele doodslag bewezen. Gerald Berkers wordt in 1996 veroordeeld tot 12 jaar cel en TBS. Belangrijkste bewijsmateriaal: het schoenspoor en een haar die is aangetroffen in het horlogebandje van Fia. De Hoge Raad verwijst de zaak begin 1998 terug naar een ander gerechtshof. De Hoge Raad zet namelijk vraagtekens bij de deskundigheid van de orthopedisch schoenmaker. Die heeft vastgesteld dat de schoenafdruk van Berkers is. De weg staat dan vrij voor de verdediging om middels de voortschrijdende techniek van DNA-onderzoek korte metten te maken met het andere cruciale bewijsmiddel, de haar in het horlogebandje. De haar is geblondeerd en zou volgens het gerechtelijk laboratorium mogelijk kunnen toebehoren aan Berkers, die eveneens geblondeerd haar heeft. Om absolute zekerheid te krijgen over die mogelijkheid, wordt de haar momenteel met vernieuwde DNA-methoden in Londen onderzocht. De uitslag van dit onderzoek kan ieder moment bekend worden. En als blijkt dat de haar niet afkomstig is van Berkers, dan zou de eerder tot 12 jaar veroordeelde Brabander alsnog op vrije voeten kunnen komen. Moordverdachten die worden vrijgepleit. Sterker nog, reeds veroordeelde moordenaars die alsnog hun onschuld kunnen aantonen. De rol van het DNA-onderzoek in het strafproces lijkt steeds groter te worden. Ook al blijven zaken als de Puttense moordzaak onbegrijpelijk. Geen DNA-overeenkomsten en toch een veroordeling. Het een sluit het ander kennelijk niet altijd uit. Of moeten we misschien zeggen, rechtspraak blijft mensenwerk. We praten hierover verder met de Tilburgse strafpleiter, meester Stassen. Dag meneer Stassen. Goedenavond, meneer Vries. Het lijkt erop dat de rol van het DNA in het strafproces steeds groter wordt en de klassieke vingerafdruk een beetje naar de achtergrond duwt. Is dat zo? Dat klopt. De rol van het DNA wordt inderdaad steeds groter. Met name ook omdat je het DNA-materiaal veel meer kunt halen dan een vingerafdruk. Bijvoorbeeld als in een bepaalde ruimte een vingerafdruk wordt gevonden, wil dat nog niet zeggen dat degene van wie die vingerafdruk is ook daadwerkelijk degene is die het delict gepleegd heeft. Tref je DNA-sporen aan op een slachtoffer, dan kom je natuurlijk weer een stuk verder. Ja. Dan wordt het toch waarschijnlijker dat diegene van wie die sporen worden aangetroffen ook degene is die de daad verricht heeft. Ja. Dat levert voor de recherche een mooi extra opsporingsmiddel op. We zien in de zaak van Tanja Thijssen dat ze aan kennissen, vrienden, relaties van haar hebben gevraagd om op vrijwillige basis zo'n DNA-test te doen, materiaal af te staan. Vindt u dat een goede zaak? Ja, ik kan me wat dat betreft de overwegingen die mijn confrère in deze documentaire ook al aangaf, kan ik wel voorstellen. Want
ja, wat is vrijwillig op dat moment? Als er 9 mensen zijn die in aanmerking komen en eentje weigert, ja, wie is er dan nog vrijwillig bezig? En ja. Ik denk dat je daarvoor moet waken. Je maakt jezelf erg verdacht als je ja, je maakt jezelf verdacht. Dus je zou haast wel mee moeten doen. En ik weet niet of dat in deze zaak zo gebeurd is. Die man heeft zich ook gemeld, zeg maar. Maar op het moment dat je weigert, laat je dus alle verdenkingen op je. En dat zou vervolgens weer gebruikt kunnen worden in het onderzoek. Ja. In de zaak van Tanja Thijssen is aan 9 mensen gevraagd om op vrijwillige basis aan zo'n onderzoek mee te doen. In het buitenland zien we wel dat soms de bevolking van een heel dorp of zelfs van een regio wordt gevraagd mee te werken. In Nederland hebben we dat in het verleden met vingerafdrukken wel eens gehad. In Stedenbroek en Kralingseveer is dat ooit gebeurd. Moeten we die kant op in de toekomst? Ja. Het gaat ver, denk ik. Het klinkt misschien heel vreemd, maar je zult ook rekening moeten houden met de belangen die een eventueel verdachte in zo'n zaak heeft. Een DNA-onderzoek is heel ingrijpend. Je kunt aan het materiaal zien welke ziektes iemand onder zijn leden heeft, bijvoorbeeld. En het is de vraag of dat wenselijk is. Dus je zult daar toch bepaalde criteria aan moeten stellen. Daar zijn ze natuurlijk niet naar op zoek. Daar zijn ze niet naar op zoek, maar mensen komen daar dan wel achter. Ja. En je moet dan wat dat betreft ook, en nogmaals kan vreemd klinken, toch ook het belang van een verdachte in ogen houden. Maar ja. Dat neemt niet weg in zaken waar echt ernstige levensdelicten, echt ernstige zaken, dat je daar eerder die kant op zal moeten gaan dan in andere zaken. Ja. U bent ook raadsman van de ouders van Nicky Verstappen, ja. Het 11-jarige jongetje uit Heibloem dat is vermoord. In die zaak was er sprake van dat er een haar gevonden was. Inmiddels is dat weer volkomen onduidelijk of dat zo is. Weet u daar iets van? Nee, ik heb die verhalen ook gehoord, maar ik kan u geen uitsluitsel geven of dat inderdaad zo is. Of die haar ook gevonden is. Als er sprake is van een haar, dan is dat DNA-materiaal. Zou u er dan voor zijn dat de bevolking van Heibloem, een dorp met 823 inwoners, waarvan misschien 250 volwassenen, zou worden opgeroepen om zo'n test te doen? Zou u daarvoor pleiten? Ja, kijk, ik zei net al, je moet naar de zwaarte van de zaak kijken. En ik denk dat we hier, als we met een kindermoord te maken hebben, het ook een van de zwaarste delicten, levensdelicten te maken hebben. Dus in dat geval denk ik dat je inderdaad een uitgebreid onderzoek zult moeten doen, waarbij je in eerste instantie kunt gaan kijken naar de mensen die nu al eerder in de picture zijn gekomen. Dat je die zo'n test laat doen. Je kunt in zo'n dorp natuurlijk heel veel mensen uitvlakken, de kinderen, de vrouwen. Daar hoef je dan verder niet geen onderzoek naar te verrichten. Maar de kern, de leiding van het kamp, ik noem maar iets, die zou je daar inderdaad aan moeten onderwerpen, aan zo'n test. Ja. Wie weet komt het nog zo ver. Wie weet, ik hoop het. Dank u wel. U hoorde het, de naam van Nicky Verstappen is gevallen. En de moord op dit 11-jarige jongetje, daar is de tweede helft van deze uitzending opnieuw geheel aan gewijd. Een moord die tot ieders verbazing onopgelost bleef. Mede omdat justitie tijdens het onderzoek nogal wat steken liet vallen. Een moordzaak die in de ogen van de betrokken rechercheurs wel een verdachte opleverde, maar die nooit als zodanig mocht worden gehoord. Een moord in een Limburgs gehucht, waar geheimen liever worden verzwegen. Ook al zijn de feiten nog zo verschrikkelijk. Een moord ook die de ouders van het slachtoffertje noopte tot een radeloze brief aan de hoofdofficier van justitie. Geschreven op eerste kerstdag, maar nooit beantwoord. We hebben ons vastgebeten in het dossier Nicky Verstappen en vanavond presenteren we u de laatste ontwikkelingen. Op maandagmorgen 10 augustus 98 verdwijnt de 11-jarige Nicky Verstappen spoorloos uit een tent van een jeugdkamp op de heide in het Zuid-Limburgse Brunsum. Nicky! Pas aan het einde van de volgende dag wordt zijn lichaam ruim een kilometer verderop gevonden. Hij is vermoord en hoogstwaarschijnlijk seksueel misbruikt. Waar het kind precies aan is overleden, kan opmerkelijk genoeg niet worden vastgesteld. Wel denkt de recherche dat hij is bedwelmd, want het kind vertoont een rossige gloed. Verder valt erop dat Nicky's voeten schoon zijn gebleven, terwijl het meer dan een kilometer lopen is van het kamp naar de vindplaats. Hij moet dus door zijn belager zijn gedragen en vermoedelijk in een auto zijn vervoerd, concludeert de politie. Ook wordt duidelijk dat de dader of daders waarschijnlijk moeten worden gezocht in de kring van bekenden van het kind. Want niemand heeft Nicky horen roepen en hij was niet iemand die zomaar met een vreemde zou meelopen. Zeker niet om 6 uur in de morgen en alleen gekleed in een pyjamabroek. En omdat het een jeugdkamp betreft uit het in het noorden van de provincie gelegen gehucht Heibloem, waar alle deelnemers en leiders vandaan komen, vermoedt de politie dat de dader wel haast uit dit piepkleine dorpje moet komen. Maar tijdens het politieonderzoek dat volgt, maakt de recherche vervolgens de ene fout na de ander.
Bovendien wordt het onderzoeksteam geplaagd door een heuse interne machtsstrijd en wisselen drie officieren van justitie, die stuk voor stuk onvoldoende op de hoogte blijken van het onderzoek, elkaar af. En na drie maanden wordt het onderzoek dan ook vruchteloos afgesloten. Dat terwijl er toch iemand was die vanaf het begin de speciale belangstelling had van de recherche. Het gaat om de oprichter en naamgever van het jeugdkamp zelf. Deze man blijkt een ontuchtverleden te hebben, struinde rond het tijdstip van Nicky's verdwijnen in alle vroegte tussen de tenten van de kinderen en heeft direct na de verdwijning van Nicky bij een aantal mensen de indruk gewekt dat hij iets te verbergen had. Zo blijkt uit het politiedossier. De morgen dat Nicky vermist was, heeft de man bijvoorbeeld zijn hele tent grondig schoongemaakt. Dat terwijl het kamp er pas twee dagen stond. Even later, rond 7:45, verlaat hij vervolgens het kampeerterrein en gaat hij naar Heibloem om daar om 11:00 de begrafenis van een verongelukte dorpsgenoot bij te wonen. Zijn vertrek is ruim een uur voordat er alarm wordt geslagen over Nicky's verdwijning. Thuis in Heibloem aangekomen, parkeert hij zijn auto in de garage, terwijl hij dat nooit doet als hij nog weg moet. Zijn overbuurman vertelt hem na de begrafenis dat Nicky op het kamp wordt vermist. Vreemd genoeg neemt hij vervolgens geen contact op met de kampleiding. En als hij uren later pas weer richting het kamp in Brunsum vertrekt, heeft hij nog steeds geen contact opgenomen met de leiding over de vermissing. Wat hij op de terugweg wel doet, is een bezoek brengen aan een kerk en aan een kapelletje langs de route. Hij zegt daar te hebben gebeden voor Nicky. Eenmaal terug op het kamp, dat inmiddels dus al uren in rep en roer is, loopt hij alleen maar wat verdwaasd rond, in plaats van mee te helpen met zoeken. Wel spreekt hij tweemaal iemand aan en wijst in een richting waar nog gezocht moet worden. Er wordt weinig notie van genomen. Maar wat blijkt? Nicky wordt een dag later precies in die richting ook gevonden. En dan is er ook een serie opvallende uitspraken van de oude man, zo blijkt uit de politieverhoren. Hij heeft zich onder meer afgevraagd of het mogelijk is om iemand die al dood is seksueel te misbruiken. Ook heeft hij gezegd bang te zijn dat er bij Nicky een haar van hem zou worden gevonden. Na de uitzending kwam een stroom van tips en nieuwe informatie op gang, op grond waarvan de recherche het onderzoek naar de moord heeft heropend. Er zijn 8 rechercheurs op de zaak gezet. En daarbij richt de politie haar vizier ook weer op de kampoudste, zo blijkt. Want vorige week heeft de recherche de tuinman van de kampoudste langdurig verhoord over nog een opmerkelijk voorval dat tot nu toe onbekend was gebleven. Goedemiddag, dames. Mag ik even wat vragen? We zoeken deze getuige, de tuinman van de oude man, bij hem thuis in Heibloem op. Die is dat? Zit aan de koffie, geloof ik. Het blijkt iets te zijn met de vuile was van de kampoudste. Rond de periode van Nicky's verdwijning, de tuinman weet niet de precieze datum meer, heeft de oude man op het kampterrein van de Heikop in Brunsum zijn kleding gewassen, omdat daar bloed op zat. De kampoudste heeft dit zelf, toen hij weer thuis was, tegen zijn tuinman verteld. Hij zei er toen bij dat het om bloed ging dat hij bij zijn ontlasting door een darmziekte had verloren en dat dit zo in zijn kleding terecht was gekomen. De tuinman verklaart verder tegen ons dat hij deze uitleg van de kampoudste is gaan betwijfelen en er dus mee naar de politie is gestapt. En die heeft hem hierover afgelopen week gehoord. Tijdens het verhoor bleek ook dat de recherche bezig is met het maken van een soort karakterprofiel van de kampoudste. Deze tuinman, maar ook andere heibloemers, zijn de afgelopen weken door de recherche uitgebreid ondervraagd over hun praktijkervaringen met de oude man en hoe zij zijn betrouwbaarheid inschatten. De interesse van de recherche voor deze kampoudste was immers kort na de moord op Nicky al gewekt. Toen bleek dat hij een ontuchtverleden had. De man blijkt in de jaren 50 als schoolhoofd van de plaatselijke lagere school, namelijk veroordeeld wegens ontucht met meerdere leerlingen. Maar na zijn detentie kreeg hij ongelooflijk genoeg een baantje aangeboden in het plaatselijke jongensinternaat De Wiedonk. En vanaf die periode heeft de kleine dorpsgemeenschap in feite de kat op het spek gebonden door toe te laten dat de veroordeelde ontuchtpleger steeds actiever werd in het plaatselijke jeugdwerk. Hij werd erelid van de plaatselijke voetbalclub
en kreeg de beschikking over een kamertje boven de lagere school, waar hij dus als hoofd was weggestuurd. In dat geheimzinnige zolderkamertje trok hij zich tot voor kort vrijelijk terug met de jongste voetbalpupillen. Die moesten hier namelijk hun nieuwe tenues passen, terwijl hij toekeek en hen assisteerde. Behalve talrijke foto's van Heibloemse kinderen en andere veelzeggende prentjes, liggen er ook presentjes voor de kinderen. Maar er is nog meer. Heibloem stond toe dat de man zich vaak ophield bij de wasruimtes van de voetbaljeugd en jaarlijks als Sinterklaas de kleintjes van het dorp op schoot nam. Daarnaast kreeg hij de gelegenheid het jeugdwerk, inclusief de jaarlijkse zomerkampen op de heide bij Brunsum, op te richten en te leiden. En zo kon het gebeuren dat de veroordeelde ontuchtpleger uiteindelijk een gouden KNVB-onderscheiding en een pauselijke onderscheiding kreeg. En als klap op de vuurpijl ontving hij zelfs in 1986 van de burgemeester een gouden medaille in de Orde van Oranje Nassau voor zijn aandeel in het jeugdwerk in Heibloem. Maar met deze man is nog meer aan de hand. Want in de week voor Nicky's kamp is er een kenmerkend voorval geweest. Dat was tijdens een kampweek voor de iets oudere jeugd. Toen heeft de oude man, terwijl alle kampleden een dagje uit waren, aan een 13-jarig meisje dat ziek achter was gebleven, een slaappil gegeven. Het meisje zou achteraf pas bemerken dat er met haar klieren was gerommeld. Ook klaagde ze over pijn in haar buik. Een deel van het dorpje Heibloem is door de moord op Nicky Verstappen wakker geschud. Maar een ander deel wil nog steeds niets weten van het dubieuze verleden. Zoals bijvoorbeeld Hein Rijks, die samen met de kampleider jaren in het bestuur van de voetbalclub heeft gezeten. Op basis van datgene wat ik dus nu over betrokken persoon weet en hoe ik hem ken, zeg ik dus dat ik er nooit gespijt van heb gehad dat hij leider van de kamp is geweest. Maar als we de ex-voorzitter van de club spreken, blijkt iets heel anders. U heeft begin jaren 50 in Heibloem bij de hoofdonderwijzer in de klas gezeten. Wat is daar gebeurd? Het is natuurlijk, dat is lang geleden en je praat er natuurlijk niet graag over, maar die hoofdonderwijzer, die had graag met de kleine jongens onder het lezen. En raakte niets aan, de knieën. Dus ik weet ook niet hoe ik dat precies moet zeggen. Omdat, je maakt die dingen mee en later denk je er niet meer aan. Maar het was eigenlijk een geval zoals het van pedofilie, zoals ik het nou zie. Maar toen wisten wij dat niet. We waren gewoon jongens van een jaar of 12. We beseften niet wat er gebeurde. Maar zo was dat toen. Hij pleegde ontuchtige handelingen. Ja, dat valt eronder. Ik bedoel, zo mag je het wel zeggen, ja. Heeft dat ook bij u en uw broer gedaan? Ik kan natuurlijk niet over mijn broer praten, maar mij wel. Maar ik weet ook over meerdere. Maar ik kan natuurlijk van andere leerlingen, zoals ik natuurlijk niet voor spreken, want ik doe dat nou alleen voor mezelf, hè. Maar dat heeft wel consequenties gehad, hè, die ontuchtige handelingen. Ja, later is de hoofdonderwijzer van de school afgestuurd. Ik heb gesprekken gehad met politie, ik heb gesprekken gehad met justitie, ik heb gesprekken gehad met betrokkenen van de Stichting Jeugdwerk. Ik heb, naar aanleiding van die gesprekken, nooit zelf conclusie kunnen trekken dat daar iets fout is gebeurd. En wat anderen zeggen, daar kan ik dus niks mee. Of toch wel?
Want deze Hein Rijks heeft de ex-voorzitter, die zich in ons programma dus wel kritisch durfde uit te laten over de kampoudste, direct gerouilleerd als lid van de voetbalvereniging. Zo blijkt uit de brief van hem. Uit ons onderzoek bleek dat de leiding van Nicky's kamp bestaat uit lieden met wie de meeste mensen hun kind niet zouden meesturen. Het zijn meest vrijgezelle dertigers en veertigers die nog bij hun ouders inwonen en van wie een aantal een zedenverleden heeft. Behalve de kampoudste zelf is een van deze leiders misbruikt door zijn stiefbroer. En weer een ander is recentelijk betrapt met kinderpornomateriaal. Dat is deze man. Hij blijkt bovendien een van de slachtoffers van de kampoudste uit de jaren 50 en heeft het er nog steeds moeilijk mee. Hallo. Hallo. Mijn naam is Peter de Vries. Ik ben van SBS 6. En ik zou graag even met u willen spreken. Kan dat? Nou, ik eerlijk moet zeggen, heb ik daar weinig behoefte aan. Want ik heb er nog steeds niet helemaal eroverheen. We zochten deze week nog twee andere kampleiders op. En in die gesprekken blijkt eens te meer dat de kampoudste kan blijven rekenen op hun onvoorwaardelijke steun. Goedemiddag. Ze willen niet horen of weten, zelfs niet achteraf, dat de kampleiding niet zou deugen. Ja, ze hadden jaren geleden al geruchten gehoord over dat verleden. Maar nee, ze voelden zich geen van alle geroepen daar opheldering over te vragen. Ondanks het feit dat hij zich dagelijks met de jeugd ophield. Ja, ik hoorde dat hij al aan de deur was. En ook de kampoudste zelf laat niet na te benadrukken dat het om een eenmalige vergissing uit een grijs verleden gaat. Zo blijkt uit een brief van hem die is opgenomen in een heibloemskrantje. Als ze vinden dat ik iets fout heb gedaan, hadden ze dat 40 jaar geleden al moeten zeggen. Ik dacht dat alles vergeven en vergeten was. Maar is de ontucht wel een verhaal uit een ver verleden? Uit ons onderzoek komt naar voren dat het seksueel misbruik door de kampoudste zich waarschijnlijk niet beperkte tot de jaren 50. Kort na onze uitzending zijn wij gebeld door een man die de situatie herkende. Hij zei: ik ben geschokt door de uitzending, want ik ben in mijn jeugd zelf op dit Heibloemse jeugdkamp seksueel misbruikt door de kampoprichter. Dit zijn foto's van het bewuste jeugdkamp in de jaren 80. En tijdens dit kamp heeft de kampoprichter zich volgens de nu 29-jarige opbeller aan hem vergrepen. Dit is hem toen, 12 jaar oud. Hij hijst de vlag terwijl de kampoudste toekijkt. Hij verklaart dat de kampoprichter hem tijdens die kampweken in de 80e jaren regelmatig 's nachts in zijn tent opzocht en wakker maakte. Hij vroeg mij dan of ik moest plassen. En als ik met hem meeging, dan scheen hij altijd op mijn kruis, terwijl ik plaste. Daarna pleegde hij ontuchtige handelingen met mij. Dit is dikwijls gebeurd. Ik weet in ieder geval van nog een kampgenootje dat soortgelijke ervaringen heeft opgedaan. Volgens dit slachtoffer dat wij uitvoerig hebben gesproken, hebben de ervaringen met seksueel misbruik bij hem diepe littekens achtergelaten. Het heeft een funeste invloed op mijn leven gehad. Nog steeds. Ik ben hiervoor diverse malen onder behandeling geweest. Bloed op de kleren van de kampoudste. En nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik op een eerder jeugdkamp. Voor alle duidelijkheid. Ik zeg niet dat deze man de dader is. Zeker niet. Ik ben er per slot van rekening ook niet bij geweest. Maar wat ik wel zeg, is dat de meeste leiders van het jeugdwerk en de voetbalclub in Heibloem altijd de andere kant hebben opgekeken als zij alert en kritisch hadden moeten zijn. En dat doen ze nog steeds. En ik zeg ook dat er redenen waren om de kampoudste niet als getuige, maar als verdachte te horen. Dat had duidelijkheid kunnen verschaffen, zowel positief als negatief. Na de reclame ziet u het antwoord van de hoofdofficier van justitie aan de radeloze ouders van Nicky. Met kerst stuurde zij een aangrijpende brief vol met vragen en twijfels over het onderzoek. En pas deze week, onder druk van onze uitzendingen, kregen zij hun antwoord. Maar was het wel echt een antwoord? Tot zometeen.
radeloos en grijpend naar elke strohalm. Zo eindigden de ouders van de vermoorde Nicky Verstappen de brief die zij met kerst stuurde naar de hoofdofficier van justitie in Maastricht, die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de moord op hun 11-jarig zoontje. Bijna 5 maanden moesten zij wachten op antwoord, dat deze week toch nog kwam. We richten ons radeloos tot u met het volgende. Hoofdofficier Vos liet de wanhoopsbrief van Nicky's ouders 5 maanden onbeantwoord, omdat hij dacht dat deze via de betrokken officier van justitie met de advocaat van de familie zou worden besproken. Omdat, zo schrijft Vos nu, een antwoord van mij aan u veel formeler en dus veel minder bevredigend voor u zou zijn dan een open contact via uw advocaat. Kunt u ons helpen? Zo besliste de hoofdofficier op eigen houtje en liet de brief van Nicky's ouders dus liggen. Over de lange lijst met concrete vragen van Nicky's ouders schrijft hij: hoewel ik heel goed begrijp dat u met die vragen worstelt, kan ik daarop toch geen antwoord geven. Vos meldt verder dat de indruk bij de ouders dat het onderzoek is stopgezet niet correct is. En het feit dat er 3 officieren van justitie bij de zaak betrokken zijn geweest, bestempelt hij als zeer onwenselijk. Maar het was niet te verhelpen en het heeft het onderzoek niet nadelig beïnvloed. Was getekend H.M. Vos, waarnemend hoofdofficier van justitie. Ik realiseer mij dat u met deze brief niet erg geholpen bent. Zo schrijft de hoofdofficier ook nog voor hij de brief met een vriendelijk, hoogachtend besluit. Bij mij in de studio is meester Stassen, de advocaat van de familie Verstappen. U zag hem zojuist al. En hij kan vertellen hoe de ouders van Nicky op deze brief hebben gereageerd. Nou, zegt u het maar, meneer Stassen. Waren ze er blij mee? Ze waren in ieder geval blij dat er een reactie kwam, dat de brief op de deurmat viel. Qua inhoud is er natuurlijk niks nieuws. Het is wat dat betreft een 1,5 A4'tje uitgelegd dat er eigenlijk niks verteld mag worden gedurende de loop van het onderzoek. Ja. En de meeste uitleg, zeer omslachtig, gaat dan nog over het feit waarom hij niet heeft geantwoord. Ja. Maar met alle respect, dat is toch een beetje een flauwekul verhaal. De brief was willens en wetens door de ouders aan hem geschreven, een persoonlijke brief. En dan gaat hij zeggen, ja, nou, ik dacht dat ik dat wel mondeling met uw advocaat kon afdoen. Zo werkt dat toch niet? Nee, zo werkt het ook niet. En laat ik ook vooropstellen dat het contact tussen mij en de ouders natuurlijk altijd open is geweest. En dat ik altijd alles heb doorverteld en wat de officier mij verteld heeft. En dat er überhaupt geïnsinueerd wordt dat dat niet gebeurd zou zijn, dat vind ik al aanmatigend. Maar goed, ik denk dat we die discussie verder maar moeten laten liggen. En het leidt eigenlijk maar af van het doel van de zaak, waar we toch allemaal mee bezig zijn. Namelijk het oplossen, het vinden van degene precies, die dit heeft aangericht. Ja. U zei net zelf al, echte antwoorden staan er niet in de brief. Hè? Nee. Zelfs niet op de meest simpele vragen waarvan je zegt, nou, wat is er nou op tegen om die te beantwoorden? Ja. Nee, dat wordt allemaal onder de noemer geschoven van het onderzoek loopt nog. En gedurende de loop van het onderzoek doen wij geen mededelingen. Dat is de houding van het Openbaar Ministerie. Hij zegt ook, en dat is wel interessant, dat de indruk van de ouders dat het onderzoek gestopt was, niet correct is. Maar het is toch gestopt geweest? Er zijn toch periodes geweest dat er geen rechercheur meer op zat? De laatste rechercheur is toegevoegd aan het rechercheteam dat de moord op Tanja Thijssen, waar we onze uitzending mee begonnen, moest onderzoeken. Ja, ik weet dus van rechtstreeks van de officier dat er nog 1 man in het RBT zat, recherchebijstandsteam, die nog wat losse eindjes aan het onderzoeken was. En dat zou het dan zijn. Dus dat is die fase geweest, die dip geweest, die eigenlijk de ouders aanleiding heeft gegeven om te zeggen, we gaan nou toch andere actie ondernemen om het weer op de rails te krijgen. Goed, er staan ook positieve zaken in de brief. Zeker. De hoofdofficier zegt ook dat hij het onverteerbaar vindt dat de zaak onopgelost is. En dat hij er alles aan wil doen om daar veranderingen aan te brengen. Nou, dat is toch een positief signaal. Daar zijn we heel blij mee. Ja, en we merken ook dat er gewoon nou aan gewerkt wordt. En dat er ook echt alles onderzocht wordt wat onderzocht zou moeten worden. Ja. Ja. Ja, het blijkt ook wel, want laten we die brief nu maar even afsluiten, dat er op dat jeugdkamp toch wel in het verleden ook dingen zijn gebeurd die daglicht niet helemaal kunnen verdragen. Ja. Ik heb het inderdaad ook gezien in je uitzending, dat er inderdaad zaken zijn voorgevallen waar je kunt afvragen of die op zo'n kamp thuis horen. En ja, of je dan als ouders nog je kinderen zou willen meegeven als je dit geweten had van tevoren. Merkwaardig is wel dat de leiding en het bestuur van dat kamp daar zo afwerend over doen. Hè? Zelfs achteraf willen ze nog eigenlijk totaal niet beamen dat het klimaat wat daar heerste toch eigenlijk niet gewenst was. Mm-hmm.
Ja, ik heb zelf niet met die mensen gesproken, maar wat ik van u begrepen heb, is de houding inderdaad nog een beetje afhoudend. En in dat geval, dat zou ook een goede zaak zijn. Nee. Nee. Maar er is weer. Er gebeurt weer wat. Er gebeurt weer wat en daar zijn we heel blij mee. Achterrechercheurs zijn ermee bezig, de officier is bezig, belt mij ook als er nieuws is. En we zijn ook heel blij dat dat nou gewoon weer op het juiste spoor zit en dat er echt weer iets gebeurt. Goed. Dat we het ook kunnen zien. Oké, bedankt. Graag gedaan. Nou, tot zover deze uitzending, die toch eindigt met een beetje goed nieuws. Mocht u iets weten over de moord op Nicky Verstappen, belt u dan met de politie in Brunsum. Telefoonnummer 045 400 35 55. Voor de gouden tip staat een beloning open van 500.000 gulden, een half miljoen. En bedenk, het kleinste, onbenulligste detail, dat kan de oplossing van de zaak betekenen. Bel dus als u iets weet. Volgende week zijn wij er weer op het vertrouwde tijdstip rond de klok van 9:30. Kijkt u dan ook weer, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.